Parshat Vayigash. Als waar de climax komt in deze parasha. In Mekees hebben we gelezen hoe de broers weer opnieuw bij de onderkomeling gekomen zijn. En heel gastvrij worden ontvangen. Er wordt gezamenlijk gegeten. Er wordt zelfs gezamenlijk lachaim gezegd. Of in ieder geval gedronken. En dan, wat doet die onderkoning? Hij laat zijn zilveren beker wegstoppen in de graanzak van Benjamin. En hij wordt later gevonden. En alle broers keren terug naar het koninklijk paleis. En de onderkoning spreekt hen streng toe en besluit om Benjamin bij zich te houden. En andere broers mogen rustig terugkeren naar vader Jacob. Vayigash elav Yehuda. En nu treedt Yehuda naar voren. En hij begint met een pleidooi. Een pleidooi. Hij smeekt de onderkoning. Maar tegelijkertijd spreekt hij keihard. Dit accepteert hij niet. We moeten ons voorstellen. Daar zit de onderkoning. De onderkoning van het machtige rijk Egypte. Of maar dit gebaar te maken. En zijn soldaten zullen binnenstormen. En Yehuda arresteren. En ter dood brengen. Maar Yehuda schrikt daar niet voor terug. Hij weet welk risico hij loopt. Maar dit mag niet gebeuren. Benjamin moet en zal naar zijn vader levend en wel terugkeren. Wat we daaruit leren is hoe groot onze inzet moet zijn voor een Joods kind. Een Joods kind dat gepakt wordt als het ware door Egypte. Door normen en waarden die niet bij ons Jodendom horen. Maar normen en waarden die bijzonder aantrekkelijk en verleidelijk zijn. Leren we hier van Yehuda hoe we ons moeten inzetten. En als het ware als ouder we daarbij een bepaald risico lopen, dan toch. Het is een hele belangrijke gedachte van de parasha Vayigash. Jozef, de onderkoning, raakt zo bewogen van de woorden van Yehuda. Hij begrijpt ook dat en Yehuda en de andere broers de les hebben gelezen, geleerd, begrepen hoe fout ze zijn geweest om hem in de tijd als slaaf te verkopen. Jozef raakt geëmotioneerd en besluit dan om zich aan zijn broers kenbaar te maken. En als iedereen vertrokken is, behalve de broers, dan spreekt hij die woorden eindelijk uit. Ani Yosef, ik ben Yosef. Ha'ot Avichai, leeft vader nog. Het is een prachtig moment om dat te mogen lijnen en dat te mogen aanhoren. Eindelijk, Ani Yosef, ik ben Yosef, leeft vader nog. Leeft vader nog? Wat eigenlijk vreemde vraag van Jozef. Wat bedoel ik met vreemd? Hij wil weten of zijn vader nog leeft. Ja, maar we staan hier bij Jozef. Net nadat de broers teruggehaald zijn. Nadat ze bij Jozef te gast waren. Vertrokken waren. Betrapt waren op diefstal, de beker van de onderkoning in de graanzak van Benjamin. Maar dus één dag, waarschijnlijk was het waarschijnlijk gisteren, misschien was het nog dezelfde dag, dat Jozef had gevraagd, Ha'odenu Chai, jullie vader, leeft die nog? En dan in Mekees, vorige week, bij Yom Beru, en ze zeiden,
Shalom le'avtecha le'avinu odenu chai. Ja, het gaat prima met onze vader. Hij leeft nog. Dus wat vraagt Jozef nu? Leeft vader nog? Hij weet dat vader nog leeft. Hij is intussen niet weg geweest. Een internetverbinding of een mobieltje was er niet. Dus wat is eigenlijk die vraag? Het is geen vraag om te weten of vader nog leeft. Maar wat heeft Jehuda daar in zijn pleidooi gezegd? Als Benjamin niet terugkomt bij vader, dan overleeft hij dat niet. Dan zegt Jozef, dat punt. Hoe lang ben ik niet bij vader geweest? Aldenu gai, en leeft vader nog? Dat is geen argument. Jullie hebben mij verkocht. Beseffen jullie eigenlijk wel wat jullie vader hebben aangedaan? Maar tegelijkertijd, dat moet ik zeggen, vader leeft nog steeds. Dus dat argument, Jehuda, dat was eigenlijk geen goed argument. Maar alles bij elkaar weet Jozef zijn broers te overtuigen dat hij niet in zijn hart welk gevoel van boosheid heeft, wraaklust. Hashem, God heeft dit zo gewild. Hij heeft mij vooruitgestuurd om ervoor te zorgen dat jullie tijdens deze hongersnoodjaren gevoed kunnen worden. Komen jullie allemaal met vader en de rest van de familie hier naar dit land. Ik regel het met farao en jullie hier gered worden van de hongerdood. Ani Jozef, roept Jozef uit. Haot Avichai, leeft vader nog. En daarna volgen de woorden dat de broers schrokken voor hem. En wat betreft dat schrokken voor hem, daar wordt in Gemara Chagiga, wordt daar een van de geleerden genoemd. Rabbi Elazar. En die brengt deze zin. En hij zegt, Rabbi Elazar, kimatela haikara, velo yachlu echav la'anot oto kinevalu mipanav. Zijn broers konden hem niet antwoorden, want ze waren zo verwonderd en verbijsterd, zoals we ze daar stonden. Zegt Rabbi Elazar, Oma tochicha shel basar vadam kach. Tochicha shel hakadosh baruch hu, alahat kama vachama. Als dat al zo is, wanneer een mens van vlees en bloed zoiets tot je zegt, en dan schrik je, en heb je geen woorden, je weet niet wat je moet antwoorden. Zoveel te meer wanneer het Hashem is, die je op deze manier aan jou openbaart en jou vraagt, wat heb je van je leven gemaakt? Of nog in deze wereld, wat maak je van je leven? Wat moet je dan antwoorden? Weet je hoe daar? Shalach le vanaf al Yosef le horot le vanaf Goshna. Nu zijn de broers gekomen bij vader Jacob. En ze hebben alles verteld. En Jacob hoort, Ot, Jozef gai, Jozef leeft nog. En de familie besluit dus om inderdaad naar Egypte te gaan. En dan stuurt Jacob Jehuda vooruit. Lehorot. En dat wordt er uitgelegd in het woord Lehorot. Dat is eigenlijk hetzelfde woord waar het woord Torah van komt. Van leren. Jehuda wordt vooruitgestuurd. Daar komt de hele familie van Jacob. Komt naar Egypte. Ja, maar wat voor land is Egypte? Jehuda wordt vooruitgestuurd. Om te zorgen dat er Joodse leerscholen zullen zijn. Yeshivot, Beit Batei Midrash, leerscholen voor de kinderen die daar zullen komen. En voor de volwassenen
die daar zullen komen om te lernen. En dat leert ons dat waar wij ons ook bevinden en waar we ook terechtkomen, moeten we altijd zorgen dat daar de mogelijkheid bestaat van Joods onderwijs. Onze kinderen moeten Joods onderwijs kunnen krijgen. Volwassenen moeten in staat zijn om Shiurim te volgen. Al is het in Egypte, een land dat moreel gesproken zo laag staat. Maar als we daar terechtkomen, dan leert de parasha ons wat we moeten doen om ervoor te zorgen dat we daar als Joden onszelf kunnen blijven. Zat in die zin, lehorot le vanaf Goshna, naar Goshen, het land Goshen. Maar interessant is, Parashat Vayigash volgt al bijna altijd op de laatste dagen van Chanukah. Met andere woorden, de laatste dagen van Chanukah, daar dan zijn we op weg naar Parashat Vayigash. En Goshna, de letters van Goshna, Gimel, Shin, Nun, He, dat zijn de letters die op de trendel staan. En dan de afkorting zijn van Nes Gadol Haya Sham. Een groot wonder was daar. Dus ook hier zien we een remis, een soort aanduiding van, ja, maar wat is eigenlijk dat trendeltje? Dat trendeltje, dat is waar de kinderen mee spelen. En dat wil dus ook hier weer zeggen dat we ook in de parasha van Vayigash een verwijzing hebben naar de kinderen. Ja, Joodse kinderen met Joodse spelletjes spelen. Ik zeg niet dat je geen games mag spelen, maar het moet toch wel op een bepaalde manier, nee, het mag op een bepaalde manier niet strijdig zijn met ons Jodendom. Ook dat is genoeg. Dat is onderwijs. En ook nu, Parashat Vayigash, midden in de wintervakantie, is er een boodschap naar de kinderen en een boodschap naar de ouders en de grootouders. Zorg voor Joods onderwijs en zorg voor Joods spelen, omdat die kleine Joodse jongetjes en Joodse meisjes straks volwassen Joodse mannen en Joodse vrouwen zullen zijn. Bezat Hashem, met Gods hulp, zal het zeker lukken. Shabbat Shalom.